beetje doen. Het leuke is van de donderdagmiddag, hè, er komen veel oud-Amkoudenaren ook naar huis. Dit is niet te hoog, hè, anders blijf je aan je shirtje aan. Ah, de spekken gaan eerst. Niet de worsten. Snel zelf, die gaan heel snel. Ja, maar Bert Roesten ziet, hè. Ben, zwaai ze even naar het publiek. Zwaai ze even naar het publiek, Ben. Ja, zo willen we het zien. Nou, Job. Dat ziet er goed uit, Job. Is dit de eerste keer, Job? 32. Hij heeft nog tijd om zijn fiets te tonen. Ja, heel goed. Martin Rietveld. Volwassenen. Ja, dit gaat moeizaam, maar hij komt er wel. Martin Rietveld. Hij is misschien liever een worst. Oh, er zit een sticker op, hè. Ja. Thomas Houtman. Meerten Diener mag naar de paal. Dit is in ieder geval Thomas Houtman. En tot op heden heeft iedereen het gered. En geef ze een applaus, want het is zo knap. Oké, de blote benen, dat wil wel nog helpen. En daar is het ook het weer voor. Ja, Meerten, gaat goed, Meerten, gaat goed. Ja. Oké. En zwaai maar even naar het publiek, Meerten. Zwaai even. Kamerstrijding, hij moet even wachten. Ik kan het niet! Ik kan het niet! Karel, gaat hij dat redden? Ja, natuurlijk moet je zien hoe die kruisen om die stang gaan. Hè. Het is 6 meter. Ja, hoe voelt het nou, zo'n spekkie? Nou, maar dan ben je weer even jong, hè? Oh, echt, dan heeft ze er goed aangehangen. Echt, dan heeft ze er heel goed aangehangen. Heel goed. Karel Schrijvers, applaus voor hem. Mark Broek daarna en dan komt Arnold Hooghout. Kijk op, jongen. De drachtbank gaat de toerrennen. Je zet je even, hoor, Alexander. Van Marik! Dat kan je zien, hè, maar de biceps die doen het werk. En dat zegt dan, ja, triomfantelijk, heel goed. En dan mag Milan van Spron zeggen, dan achteraan mag Dies Baanis. Is Milan al in de buurt? Ja, en dat gaat goed, Anouk. Het is nog 1,20 meter. Niet te snel pakken. Nee, rustig aan. Ietsje stik. Nee, niet te snel. Ik zei het al zo. Geen bommetje. Anouk, nou moet je weer opnieuw. Ah, die was er bijna. Applaus voor Anouk. Erik de Snow. Thomas Deken ging hem redelijk af. Maar hoe gaat het met klimmen? Dat gaat hem goed af. Hij kijkt hier naar boven, maar je bent er al bijna, Erik. Je bent er al bijna. En dan is die spek daar en die mag je ook inwisselen voor een worst van Jan Verijn. Daar gaat Kees Jan. Het is wonderlijk om te zien dat volwassenen mannen helemaal deze inspanning leveren voor een spekkie. Maar ze mogen hem ruilen, heb ik begrepen. Ja, hij heeft een applaus voor Kees Jan. En dan gaan we naar Ton Langeveld. Hij doet er alles, hij gaat op de handen staan. Alles wat je wil. Ik heb het al zo vaak geprobeerd. Kees, kun jij mij helemaal naar boven duwen? Ja, Ton, kijk even op de handen. Hoe hoog is die paal? 1,06 meter. Oké. Nou ja. Ja, succes dan! Althans, je springt er tegenaan.
grote telia-cursus helemaal aangepast. Nou, we zijn er op de helft. En er hangt nog één spekje. Haal hem eruit. Haal hem eruit. En kijk naar boven. Kijk naar boven. Ja, hoe ver ben je nog maar verwijderd van succes? Ja. Ga het nou maar eens even doen. Ja, die handen zitten goed. De voeten ook. Naar gisteren gewassen. Applaus voor deze geweldige poging. 30ste keer. Wat ga je voor het spekkie? Wat ga je voor het spekkie voor de worst? Ik wil de worst. Gaan de worst in hangen? Oké, dit is een kandidaat weer. 30 keer. En altijd geslaagd. Altijd. En Randy Langeveld mag daarna. Ja! En best op het allerhoogst. En dat zonnetje breken. Hij mag kiezen, spek. Ja! Ze buigen in een hemel. Geen steken. En gefeliciteerd, Bas.